Hallo beste kijkers van de Dutch Bunker Boys. We zijn weer bij de volgende locatie aangekomen. Vandaag zijn we in Farmtopica. We zijn binnengekomen. Dus het is al langs een best wel drukke weg. Ik sta nu in de... Ja, wat zal het zijn geweest? De schuur waar de dieren konden drinken en eten, denk ik. Kijk maar. Hier kon denk ik water uitvloeien. Voor de koeien, voor de paardjes. Dus ik zeg nou, laten we een kijkje gaan even binnen, wat we allemaal aantreffen. Het is wel gaaf dat die ouderwetse drinkbakken er nog in zitten. Voor de beesten. Tegeltjesteen. Dat is wel cool. Ik denk dat het een koeienstal is geweest. Het is een beetje winderig buiten, dus ik kan wat geluidjes horen. Ik ga naar binnen, kijken wat hier binnen is. Bijkeuken of zo. In de hal van de boerderij. Dan hebben we al een beetje een mooie spinnenrag en zo. Cool. Hai, kijk eens hier. Dan gaan we hier bij de woonkamer, denk ik. Nou, we kunnen gelijk aanschuiven, stoelen staan klaar. Mooie kast. Hier heb je het open haartje. Ik zie dat er een zoldertje is, maar die is best wel verrot. Ik moet even zitten wezen kijken straks. Kast. Een mooie afbeelding van de meneer erop. Hier komen we denk ik in de keuken. Een lichtje bijschijnen. Pannetjes, gasfluisje. Staat allemaal nog hier binnen. Hier. Ik heb een muizengif. Hier zijn we in de eetkamer, denk ik. Thank you.
zijn niet de enige urbexen die hier zijn geweest. Hier is nog een naam van iemand. Ik kom hier in de slaapkamer terecht. Bedje is lekker opgemaakt, dus we kunnen zo om de wol lijken. Achterlangs is het donker, hè? Dus ik heb daar een lampje aan. Nog een bed. Kledingkast. Kasten zijn leeg. Nog een slaapkamertje. Oh, hier is de... Ja, boven wel heel gevaarlijk, is, want ik heb best wel gaten in de plafond zitten al. Dus boven moeten we even super voorzichtig wezen. Voordat we naar beneden vallen. Ja. Zo. Was je het in de trap naar boven? Ja, dat zal ik ook al. Even in de kelder kijken. Ah ja. Oude flessen bier. Klein keldertje. Zo, een bovenetage moet zitten, maar kom je aan. Via de buitenkant. Even kijken of we hier langs kunnen. Buitenkant. Ja, als je kunt zien, deze boerderij staat ook al een tijdje leeg. Wat we hier kunnen aantreffen in de schuren. Ah ja, nog een stal. De beestjes, de koeien denk ik. Even kijken, wat hier is. Buiten is niks. We gaan weer binnen. Wauw, dat is vet zeg. Heel van
alweer te zakken. Kijk wat hij is, voorzichtig. Dus even een paar foto's met mijn telefoon. Even teruglopen. Weegschaal of zo. Zicht naar beneden. Het is wel een vette locatie om te zijn geweest. Farm Tropica. Nice. Zo, dit was het weer voor deze video. Vind je het ook een vette video? Abonneer op ons YouTube kanaal. Blauw duimpje omhoog. Check onze Facebook pagina Dutch Bunker Boys voor de foto's van deze locatie. En dan zien we weer graag terug bij de volgende locatie. Laters!